Zo, daar zijn we dan. Ik zie al een aantal mensen online, dat is hartstikke goed. Ik ga weer heel eventjes mijn instellingen langs. En dan wil ik je zoals gewoonlijk weer eventjes vragen of je me goed kunt verstaan, of alles goed binnenkomt, of het beeld goed is en of het geluid goed is. Ik zie inmiddels Rian al. Goedemorgen, Rian. Even kijken of alles goed loopt. Even kijken. En ik zie ook John en ik zie Esther. Hartstikke goed. Dan zijn we uit de startblokken voor degenen die voor het eerst aanwezig zijn. Ik probeer deze Q&A-sessies wekelijks te doen op vrijdagochtend van 10 tot 12, pak een beet. Het idee is dat je als je tegen dingen aanloopt gedurende die week, de bijbehorende module van het programma bijvoorbeeld, dat je daarover je vragen instuurt, zodat ik er alvast een kijkje naar kan nemen en ze tijdens deze Q&A's kan behandelen, zodat we er allemaal profijt van hebben. En we dus gezamenlijk kunnen groeien en ervaring op kunnen doen. Daarbij is het idee ook dat als je aanwezig bent bij deze Q&A, dat je dan vragen kunt stellen die dieper ingaan op alle onderwerpen, waarbij dingen aan het licht komen. Eigenlijk hetzelfde verhaal, waarbij dingen aan het licht komen die voor een ander op dit moment actueel zijn, maar die bij jou misschien nog niet actueel zijn, maar in de toekomst actueel worden, waardoor je daar je voordeel mee kunt doen en daarvoor alvast gewapend kunt worden. Ik heb een aardige serie vragen binnen van jullie, dus daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Maar zoals gewoonlijk begin ik eerst eventjes met het behandelen van een onderwerpje wat regelmatig voorbij komt en waar ik graag even wat achtergrond over wil behandelen. En dat is, ik noem het de slangenstaart. En het is eigenlijk een heel eenvoudig concept. Even kijken als ik de microfoon hier zet of je me nog wel goed kunt horen. Maar de slangenstaart, ik krijg regelmatig vragen en opmerkingen over de precieze werking. Vandaag was er ook een vraag over, volgens mij John, van jou als ik me niet vergis, over het verschil tussen de beginperiode van e-mail marketing en de onderhoudsperiode, de lange termijnperiode. Maar het is eigenlijk een heel eenvoudig concept. Waar het eigenlijk op neerkomt is dit. Je hebt een ingang. Even kijken of dat dit duidelijk te zien is. Ja. Je hebt een ingang in je verkooptraject. En die ingang, daar doe je een investering voor. Dus een bepaalde prospect komt je verkooptraject in voor een bepaald bedrag. Dat kost altijd geld. Linksom of rechtsom. En wat dat precies kost is per markt heel verschillend, per manier van acquisitie doen heel verschillend. Maar laten we heel even simpelweg zeggen dat je een advertentie hebt geplaatst op Facebook of op Google. En dat je voor een klik, hè, dus iemand die landt daarmee op jouw pagina en die schrijft zich in voor jouw opt-in incentive. Laten we zeggen dat je daar 50 cent voor betaalt, bijvoorbeeld. Oké, dat is even een heel eenvoudig punt. Vervolgens krijgen die mensen een aanbod te zien, hè, je low-end aanbod. Dus laten we zeggen dat ze hier zo de mogelijkheid krijgen om iets te kopen. Dat is niet zo heel netjes, maar je snapt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. En daarna krijgen ze je high-end product aangeboden. Oké? Dus op deze twee punten wordt je eerste omzet gemaakt. Maar meestal, bij de meeste mensen, helemaal als je nog niet zo ver bent met je eigen online marketingontwikkelingen, dan is wat je hier aan verdient, is vaak nog net niet winstgevend, of is meestal draai je daar op kiet bijvoorbeeld. Maar het drukt bij de meeste beginnende ondernemers de cijfers nog niet hard in het groen. Wat vervolgens zorgt dat de cijfers hard in het groen komen, is het volgende concept. En dat is wat ik die slangenstaart noem. Alleen kan ik hem hier nu niet mooi achter elkaar zetten, omdat ik daar te weinig ruimte voor heb. Maar laten we even zeggen dat je hier verder gaat. Zo. Ja, dat is wel zichtbaar. Hè? Na deze twee aanbiedingen, hè, na deze twee eerste stappen, komt je e-mail marketing traject. En daarmee blijf je mensen eigenlijk. Zo, wat ben ik lekker aan het tekenen, zeg. Even. Daar ben ik te compulsief voor. Dat kan niet. Huppakee, zo. Wat je daarmee doet, is je blijft eigenlijk mensen terughalen naar je verkooptraject. Hè? Dus we maken hier e-mailtjes van. En die gaan terug naar de punten waarop jij omzet kunt genereren. Okay, dat is hoe dat in zijn werk gaat. En het idee is nu dat je, hoe langer je die staart maakt van die slang, hè, hoe meer mailtjes je hieraan toevoegt,
hoe meer kansen je hebt dat degene die hier binnen is gekomen, voor dit bedrag, op enig moment klant wordt. Op enig moment een investering doet. Oké? En wat je ziet is dat als je bijvoorbeeld 100 mensen binnenhaalt, dan zitten er in die 100 mensen zit een bepaald percentage aan potentiële klanten. En dan bedoel ik letterlijk mensen die in de toekomst klant zouden worden als jij maar op het juiste moment aanwezig bent in hun leven. Hè? Als jij maar top of mind bent op het moment dat de vraag naar jouw oplossing dringend genoeg wordt bij ze. Oké? En dat percentage, laten we zeggen dat dat van de 100 mensen, dat dat 30 mensen zijn. Wat je ziet is dat met een bepaalde lengte van je slangenstaart, hè, laten we zeggen dat je alleen dit gedeelte overeind hebt staan in je bedrijf, heb je kans dat van die 100 mensen, hè, we hebben 100 mensen, dat van die 100 mensen er slechts 10 in dit stukje overtuigd raken en instappen en klant worden. Oké? En je hebt ook kans dat er in dit tweede stuk hier ook 10 overtuigd raken en klant worden. En je hebt kans dat er in dit laatste stukje, vaak naarmate je slangenstaart langer wordt, is die minder effectief. Dus je ziet dat e-mail nummer 25 heeft minder impact dan e-mail nummer 5. Okay? Maar je hebt kans dat het derde gedeelte nog eens 5 mensen binnenhaalt. En wat je dan ziet is dat als je die slangenstaart steeds langer blijft maken, de kans dat je alle mensen die potentieel klant zouden willen worden bij jou, op enig moment gaat raken. En daar ligt een hele concrete, hele simpele taak voor je als online ondernemer. Dat is simpelweg zorgen dat je dit materiaal ontwikkelt. Zorgen dat je die e-mails ontwikkelt. Zorgen dat je ze achter elkaar zet. Zorgen dat mensen daadwerkelijk geprikkeld worden om je materiaal te lezen. Zorg dat het waardevol is. Zorg dat ze er iets aan hebben, dat ze er een resultaat mee behalen, dat ze betrokken raken bij je en zorg dat er altijd een call to action in zit die terugverwijst naar een mogelijkheid voor die mensen om betalende klant te worden, om bij je aan boord te stappen en om uiteindelijk omzet op te leveren voor jouw onderneming. Dat is een punt wat ik heel belangrijk vind, want ik zie dat heel veel mensen worstelen met de verschillende taken die er liggen in een online bedrijf. En als je basis verkooptraject, dus die pak ik er eventjes bij voor je, een klein momentje. Maar als je basisverkooptraject op een gegeven moment staat, dan is een van de meest belangrijke en meest concrete terugkerende taken die je continu moet blijven vervullen, is het uitbreiden van die slangenstaart, het langer maken van die slangenstaart, oftewel het toevoegen van nieuwe e-mails in je automations. En om het dan nog maar een laagje complexiteit aan toe te voegen. Heel veel mensen vragen zich ook af waarom er nou zoveel hype is op het internet bij online marketing gurus en business gurus. Over alle aparte social media kanalen die er zijn. Zoals de Facebook chatbots, zoals WhatsApp marketing is nu een heel ding en noem het maar op. Al die andere media outlets naast e-mail, direct messaging outlets naast e-mail. Dit is de reden. De reden dat daar zoveel om te doen is, is omdat omdat steeds meer ondernemers snappen dat dit concept werkt. En ze zien ook dat nieuwe media outlets vaak hogere impact hebben, dus hogere open rates hebben door de volgelingen. Dus om maar een voorbeeldje te noemen, mensen openen op dit moment gemiddeld hun Facebook Messenger als ze daarop een bericht krijgen, veel waarschijnlijker dan wanneer ze een e-mailbericht krijgen. Dat is waarom heel veel van die ondernemers nu duiken op chatbots en op Facebook Messenger automatiseringen en dat soort dingen. Het is niet zo dat je dit nu moet gaan doen. Ik denk dat het belangrijker is dat je eerst jezelf uit de voeten kunt maken met de basis. Waar het nu om gaat is dat je snapt waarom dit werkt en waarom mensen daar nu zo enthousiast over zijn en zoveel mee doen. En dat gezegd hebbende pak ik er eventjes het schema van het verkooptraject pak ik er eventjes bij. Die zie je hier. Die heb je natuurlijk in de programmaomgeving ook. Hè? Dus als je naar, uit mijn hoofd, tools en downloads gaat in het menu. Of heet het extra? Oh god, ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, daar zie je de mogelijkheid om dit formulier te downloaden. En vind je ook een printbare versie hiervan. Waar het eventjes om gaat is het volgende. We hebben dus in de eerste instantie het witte gedeelte met de 3 blokjes. Dat witte gedeelte met de eerste 3 blokjes, dat is eigenlijk je startpunt. En dat is het
belangrijkste werk wat te verzetten is voor iemand die online gaat ondernemen. Oké, dat zal je duidelijk zijn. En die drie blokjes zorgen ervoor dat jij het probleem van je doelgroep blootlegt, zoals je in het eerste blokje ziet, dat jij daar een oplossing voor formuleert en dat jij, gebaseerd op het probleem wat die mensen hebben en de oplossing die jij kunt bieden, een conclusie trekt over wat iets waardevols is waar die mensen nu meteen blij van worden, iets aan hebben en zich door jou geholpen voelen. En dat noemen we een opt-in incentive. Die bied jij vervolgens aan op je landingspagina in ruil voor contactgegevens. En dan moet je eigenlijk wat hier nu verder gebeurt, na deze twee verkoopmomenten, moet je even negeren. Het gaat er even om dat ze, als ze zich hebben opgegeven op je landingspagina, dan komen de twee verkoopmomenten, die je hier ook zag. Hè? Jullie zien als het goed is mij klein in beeld, hè? Maar ik bedoel deze twee punten. Dat verkoopgedeelte, dat zijn deze twee stukken. Daar komen ze naar je landingspagina. Maar vervolgens zie je dat ze ook vanuit je landingspagina in je e-mailmarketing systeem komen. En dat je ze dus kunt gaan mailen. En dit is eigenlijk die slangenstaart. Je ziet daar in het begin twee mailtjes. En dit icoontje stelt zeg maar het lange termijn vervolg voor. Dus hoe langer je deze rits met e-mails maakt, hoe groter de kans dat op enig moment iemand doorklikt naar je low-end sale pagina, als die daar nog niet is geweest en nog geen klant is, en dat dan wel wordt, vervolgens geconfronteerd wordt met je high-end aanbod en je daarop winst maakt. Oké, dus dat is het punt waar ik vandaag mee wilde openen, omdat ik merk aan de vragen dat veel mensen zich nog steeds niet helemaal realiseren wat nou eigenlijk de kracht van die lange termijn e-mail marketing is. Oké, en dat wilde ik graag helder maken. Hopelijk snappen jullie dit. Hopelijk zie je nu iets helderder in waarom daar in het programma best wel op gehamerd wordt. Waarom daar best wel veel tijd, ruimte, moeite, energie in wordt gestoken. En mocht er daar nog vragen over zijn, laat het me vooral weten. Dan ga ik in de tussentijd aan de gang met de vragen die jullie hadden ingestuurd. En de eerste daarvan is van Esther. En even kijken. Esther, jij stuurde in, ik maak voor mijn mailings gebruik van Mailchimp. Dan hoor ik steeds vaker dat mensen overstappen naar ActiveCampaign. Wat is daar de reden van? Is het verstandig om over te stappen? Ik heb Mailchimp verder niet geïntegreerd met mijn website. Hier was ik niet zo handig in. Welke video kan ik het beste gebruiken om hier stappen in te maken? Oké, Esther, het zit als volgt. Goedemorgen. Wat je je moet realiseren is dat wat er gebeurt in dat verkooptraject schema wat je net zag, en eigenlijk dit gedeelte hier. Dit is een hele simpele weergave van een lange termijn e-mail traject. En wat dat voornamelijk als functie heeft, is ervoor zorgen dat mensen die zich hebben ingeschreven en op jouw e-maillijst komen, door jou, voor jou, bereikbaar worden voor je boodschap in de toekomst. Dat is de reden dat we zo'n platform nodig hebben. Want we moeten ze kunnen bereiken om dit te realiseren, om meerdere berichten te kunnen blijven sturen en om ervoor te kunnen zorgen dat die kans dat ze converteren en klant worden steeds groter wordt naarmate we meer contactmomenten creëren. En de reden dat je veel mensen hoort over ActiveCampaign, de reden dat ik dat ook volledig steun, ik denk dat het een heel goed idee is dat je overstapt naar ActiveCampaign, de reden daarvoor is simpelweg dat ActiveCampaign niet alleen een e-mail automatiseringstool is of een autoresponder, zoals het eigenlijk heet. Maar dat ActiveCampaign, Mailchimp is eigenlijk van oudsher echt een autoresponder. Dat wil zeggen dat het een automatisch mailprogramma is. Een beetje kort door de bocht, want ze timmeren inmiddels hard aan de weg en ze hebben er veel functionaliteiten bij. Maar ActiveCampaign daarentegen is wat je noemt een marketing automation platform. En die heeft als voordeel dat je mensen. En even heel kort samenvatten, want ik leg dit ook uit in het programma hoor, dus anders is het een beetje dubbelop. Maar dat heeft als voordeel dat je kunt taggen. En de tag is eigenlijk een kaartje die je aan iedere inschrijving op je lijst hangt. Dus iemand schrijft zich in voor jouw opt-in incentive. En die opt-in incentive gaat in jouw geval over een martial arts school. En jij noemt het bijvoorbeeld, ik weet niet uit mijn hoofd wat je precies doet, hè, maar laten we zeggen Aikido opt-in. Stel dat jij een opt-in incentive hebt over Aikido of over Eskrima, zoals ik je zag schrijven, dan kan het een Eskrima opt-in incentive zijn. Dus geef je ze de tag Eskrima opt-in of Eskrima interesse of iets in die richting. En wat je met een programma als ActiveCampaign vervolgens kunt doen, waarbij Mailchimp nog wat achterloopt, is je kunt op basis van dat kaartje, op basis van de tag die ze hebben, kun je het mailgedrag van het programma aanpassen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, hey,
iemand heeft zich ingeschreven voor Escrima. En dat betekent dat hij daar op dit moment mee bezig is. Dus we mailen de eerste week veel. En we hebben een low-end aanbod. En als hij dat gekocht heeft, dan weten we, hij is nu klant geworden. Hij heeft omzet opgeleverd. We willen hem nu niet meer dwars zitten met e-mails die gaan over het low-end product. Oké? Okay? Dus stel, we hebben 10 mails gestuurd over het low-end product en hij is na de 10e mail klant geworden. Dan willen we niet nog 10 mails sturen over dat low-end product. Nee, dan willen we misschien iets minder vaak gaan mailen. En de mails die we sturen laten gaan over het high-end product. Dus stel dat jij een sequence, hè, een aantal e-mails in dat programma programmeert, die gaan over je high-end product, hè, bijvoorbeeld over een volledige cursus die je bij jullie kunt afnemen in plaats van een proefles of zo. Een volledige cursus dus. Stel dat je daarover een stuk of 10 e-mails schrijft, dan kun je zeggen, hey, iemand die de proefles heeft gekocht en afgenomen, die krijgt geen mails meer over de proefles, die krijgt alleen nog maar mails over de volledige cursus, bijvoorbeeld. Of over aankondigingen met de startdata van de volgende cursus. Of iets meer. Snap je, dit is eventjes een heel globaal voorbeeld van hoe je een marketingautomatiseringstool zoals ActiveCampaign kunt instellen om gebaseerd op het individu, gebaseerd op het gedrag van je bezoeker, kunt laten reageren. En dus aan kunt passen. En andere boodschappen kunt laten verzenden. En dat kan MailChimp steeds beter, maar dat is niet hun core business geweest vanaf het begin. Zij zijn echt een autoresponder en zij hebben zich heel erg gericht bij MailChimp op de onervaren gebruiker. Oftewel, MailChimp is heel simplistisch. En dat is overigens ook hun kracht. Dus ik moet wel zeggen, ik heb geen kwaad woord over MailChimp, want het is een hele goede tool. En ze zijn heel goed in het eenvoudig maken van e-mail marketing. De meeste van de dingen die we gebruiken, kunnen met MailChimp. Oké? Okay? Het zijn de geavanceerdere dingen die niet zo goed kunnen of nog niet kunnen met MailChimp, die je naarmate je meer ervaring op gaat doen met online ondernemerschap misschien wel gaat willen of nodig gaat vinden en die je dan niet kunt. En dan heb je je hele ecosysteem, hè, in je bedrijf al ingericht. Dan zitten al je mails er al in, dan zitten al je automatiseringen er al in en dan kom je er ineens achter dat MailChimp iets niet kan. En dan moet je dus alles gaan oververhuizen als je dat zou willen. Of het zorgt ervoor dat je bepaalde dingen dus niet gaat doen die misschien wel goed voor je zouden zijn. En daarom zeg ik altijd, je kunt dan beter in een vroeg stadium overstappen naar ActiveCampaign. Of erop gokken dat MailChimp die dingen ontwikkelt. En dat zou ik niet doen. Ik hou niet van gokken en ik hou niet van hopen. Ik hou van data. En in dit geval zegt de data dat ActiveCampaign de dingen wel kan die MailChimp niet kan. Dus dat is mijn overweging. Het is zeker geen verplichting voor je om over te stappen. Ik hoop dat ik het hiermee een beetje duidelijk heb gemaakt. Essie zeg ik, want dat staat hier, maar Esther natuurlijk. Jij stelt een vraag over wat een opt-in zou kunnen zijn. Daar kom ik zo direct even op terug, want volgens mij heb jij daar een vraag over gesteld. Maar hopelijk is deze eerste vraag hiermee beantwoord. Dus wat de reden zou zijn om over te stappen naar ActiveCampaign. Even kijken, dan heb ik ook nog een vraag, even kijken, van Thijs. Thijs, vraag 1. Jij was bezig met onderdeel 2.5, de e-mail schrijven, en je zegt, future pacing gaat over je high-end product, dus dat mailtje lukt niet zo, omdat de mailtjes nog gericht zijn op het low-end product. Nou weet ik even niet zeker of ik je goed begrijp. Ja, ik begrijp het wel. Thijs, wat jij aan het doen bent, is jij bent de structuur die ik in het programma heb gewerkt voor het maken van een opt-in incentive aan het omzetten in in e-mails. Hè? Dus wat we, om nog heel even kort te herhalen, wat je wilt doen, is de structuur volgen voor het maken van een opt-in incentive die we in het programma schetsen als je concept, je product of je dienst zich daarvoor leent, als dat een beetje aansluit. In sommige markten, bijvoorbeeld dingen die sommige producten die fysiek zijn willen een sample opsturen. Kan ook een hele krachtige opt-in incentive zijn. Maar in veel gevallen is dit de ideale structuur voor een opt-in incentive. Maar, wat zien we nu gebeuren? Een x percentage van de mensen die op jouw landingspagina komen en daar het aanbod krijgen om jouw gratis opt-in incentive te downloaden, die downloaden wel, of die, nou laat ik het zo zeggen, die schrijven zich wel in,
Maar die openen vervolgens nooit je opt-in incentive. Stel dat dat een e-book is of een cheat sheet of een gratis reader of een case study. Vervolgens downloaden ze die nooit en lezen ze die nooit. Maar het doel van die opt-in incentive voor een heel groot gedeelte is dat je bewijst dat je een autoriteit bent in je gebied, dat je expertise hebt, dat je betrouwbaar bent, dat je diepgaande kennis hebt, dat je ze kunt helpen. En het allerbelangrijkste, dat je ze kunt helpen met een resultaat. Hè? Dat je wat zij wensen kunt waarmaken voor ze. Dat bewijs je aan ze met je gratis opt-in incentive. En als mensen vervolgens die opt-in incentive wel aanvragen, maar nooit lezen, bekijken, downloaden, dan verliest hij zijn kracht. Dus dat is de reden dat we het eerste gedeelte van je e-mailmarketing, hè, je zult je herinneren uit het programma dat de frequentie van e-mailen in het begin hoger is, hè, bijvoorbeeld iedere dag, de eerste week. Hè, dat doen we en in die eerste serie e-mails herhalen we eigenlijk de hele inhoud van je opt-in incentive. Dus we pakken de structuur van de opt-in incentive en ieder onderdeel daarvan werken we uit in een e-mail. En jouw vraag gaat dan over onderdeel 2.5, gaat over future pacing. En future pacing is een onderdeel van die opt-in incentive waarbij we een toekomstbeeld schetsen voor de bezoeker hoe het eruit zou zien als het probleem wat hij of zij ervaart opgelost zou zijn. Oké, okay? Dat is waar we dan, dat is wat we doen met die future pacing. Dus de e-mail die daarover gaat, hè, die wil je laten gaan inhoudelijk over wat het verschil zou zijn voor een bezoeker die jouw instapproduct koopt, als je je e-mails terug laat verwijzen naar je instapproduct. Oké, okay? Dus je ziet dit terug, ik pak hem maar weer eventjes bij, in de schematische weergave van het verkooptraject. He, hier hebben we hem, als het goed is kunnen jullie hem nu zien. Wat je ziet is, uit die e-mails die we hier hebben gemaakt, verwijs je elke keer terug naar je low-end sale, oftewel naar je instapproduct. He? En jouw future pacings mail hoort nog bij de mails die je baseert op je opt-in incentive, oftewel, die hoort nog bij je e-mail marketing, het deel 1 van je e-mail marketing traject, oftewel het korte termijn e-mail marketing gedeelte. We hebben dat opgedeeld in 2 onderdelen en het tweede onderdeel komt later in het programma aan bod. Maar het eerste gedeelte is dus de korte termijn vlak nadat mensen zich hebben ingeschreven. Waarom doen we dat? Omdat dan de nood het hoogst is. Dan is het onderwerp waarover jouw producten of diensten gaat is actueel bij ze. Anders zouden ze zich niet hebben ingeschreven. Dus we willen de druk bij je potentiële klant om klant te worden en om geld in je te investeren een beetje verhogen in het begin. Want we weten, dan speelt het onderwerp, dan zijn ze het warmst. En dan leiden we ze dus naar je instapproduct. Want wat we willen, is we willen de drempel om voor het eerst geld uit te geven aan jou zo laag mogelijk maken. En je instapproduct is lager geprijsd. Dus in je future pacings mail, in de e-mail waarin je het hebt over dat toekomstbeeld en hoe dat eruit zou zien als ze je klant zouden worden, gaat het over als ze klant zouden worden met je instapproduct. Oftewel, wat het verschil maakt in hun leven als ze jouw laaggeprijsde deeloplossing kopen. Hè? Jouw simpele korte termijn oplossing, laten we het zo zeggen. Hè? Dus nogmaals, dit verschilt per markt. Wat je kiest als instapproduct en wat je kiest als high-end product. Maar in de meeste gevallen geldt dat het instapproduct een deeloplossing is of een korte termijn oplossing. En de high-end, het high-end product een volledige oplossing, een completere oplossing of een done-for-you oplossing, waarbij het werk uit handen wordt genomen van de bezoeker. Dus om eventjes concreet terug te komen op jouw vraag. De future pacings mail, je geeft aan in je vraag dat je het moeilijk vindt omdat die mailtjes gaan over je instapproduct. En de future pacing volgens jou gaat over een toekomst waarin ze jouw high-end product hebben geconsumeerd. Okay? En wat ik hier wil aangeven is, dat is niet per se het geval. Want je kunt een toekomstbeeld schetsen over hoe het eruit ziet, wat het profijt is, wat het voordeel is van het consumeren, hè, van het kopen van je low-end product. En dat moet net zo goed te verkopen zijn, oftewel net zo goed duidelijk te maken zijn, hij kan zo niet makkelijker, dan het high-end product. Het high-end product is vaak meer sophisticated, uitgebreider, en daar is vaak wat meer communicatie voor nodig dan het low-end product. Dus, nogmaals, vergeet je high-end product nog eventjes in je korte termijn e-mailstrategie, hè, in die eerste week na inschrijving. Heb het daar nog eventjes niet over je high-end product.
Wat je wel kunt doen, is in je onderhoudstraject, in die lange slangenstaart, hè, verder naar achteren, kun je ervoor kiezen om vanuit je e-mails ook te gaan verwijzen naar rechtstreeks een verkopende pagina van je high-end product, in plaats van alleen je low-end product. Oké? Als je eenmaal een hele periode dat low-end product, dat instapproduct, hebt gepromoot, en je denkt dat het grootste gedeelte van de mensen die daar op korte termijn interesse in kunnen hebben, nu wel klant is, wat je dan kunt doen is rechtstreeks je high-end product gaan promoten, zodat uit je klantenbestand de mensen die daar meer interesse in hebben, die liever direct gaan voor een completere, meer high-end, meer waardevolle oplossing, dat die daar ook een kans voor krijgen. Dat was volgens mij jouw vraag, maar die bestond uit twee delen. Dus ik kijk even of ik alles beantwoord heb. Ja, jouw tweede vraag heb ik denk ik al uitgelegd nu. Als het goed is dat helder, want dat ging over die slangenstaart hier. Hè? Jij vroeg wat is het verschil tussen leads die in het eerste gedeelte van je e-mailtraject zitten en leads die in het tweede gedeelte zitten. En leads die in het eerste gedeelte zitten, wat ik net uitlegde, die zijn dat is kort op de inschrijving. Dus als ze zich op zondag inschrijven voor jouw gratis incentive, voor jouw opt-in incentive, dan weet je dat het onderwerp daarvan op dat moment speelt bij ze. Je weet dat ze er dan over aan het nadenken zijn. Je weet dat ze dan ook geconfronteerd worden met de informatie uit jouw opt-in incentive die ze gedeeltelijk overtuigt. Wat we dan niet willen, is dat dat gedachtebeeld weer wegzakt. Life happens. Ze gaan met andere dingen aan de gang. En een paar dagen later is het helemaal niet meer actueel bij ze. Dus we willen juist kort na die inschrijving willen we een beetje drukken op dit onderwerp. Met mailtjes als, ik heb gezien dat je mijn opt-in incentive hebt aangevraagd. Heb je hem al gelezen? En dan mailtjes die gaan over ieder onderwerp van die opt-in incentive. Heb je hier al over nagedacht? Speelt dit bij jou ook? Is dit gaande? Wat zou het betekenen als dat opgelost zou zijn? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus je wil die eerste week flink drukken op de pijnpunten die aanwezig zijn bij een potentiële klant gerelateerd aan jouw instapproduct. En je wil ze elke keer overtuigen om nu actie te nemen, om niet te wachten, zeg maar. En vaak gebruiken we daar een tijdelijk aanbod voor. En dat is wat je ontdekt in het programma in het onderdeel over sales letters en het maken van een offer, een aantrekkelijk aanbod. Oké, dus volgens mij waren deze twee dingen beantwoord. Vervolgens na die hoge frequentie eerste periode, die eerste week vaak, dan kun je overgaan naar een wat ik noem onderhoudstraject. Dan wordt die slangenstaart wordt steeds langer. En dat is meer bedoeld om ervoor te zorgen dat als het probleem in het begin nog niet prangend genoeg was en ze nog geen klant zijn geworden, dan willen we eigenlijk alleen maar met de lengte van die slangenstaart willen we top of mind blijven op de dag dat dit probleem wel prangend genoeg wordt bij ze. Dan willen we dat ze meteen aan jou denken. Dan willen we dat ze meteen aan boord springen in jouw bedrijf, in jouw klant worden, in plaats van dat ze dan opnieuw gaan zoeken en bij iemand anders terechtkomen. Dat willen we niet. Dus we willen met het korte termijn traject meteen iemand omzetten tot klant. En met het lange termijn traject willen we aanwezig blijven in diens leven. Zodat hij niet opnieuw op zoek hoeft te gaan naar een aanbieder op het moment dat hij klant wil worden. Dat zijn eigenlijk de twee verschillen tussen die twee onderdelen van het e-mail marketing traject. Tot zover die vraag. Nogmaals, als jullie hierover vervolgvragen hebben, laat het me vooral weten. Dan ga ik daarop in. Schroom niet, je mag alles zeggen. Ik probeer het een klein beetje op volgorde te doen. Dan ga ik door naar de volgende vraag. En dat is een vraag van Esther. Esther, jij zegt, ik heb ondertussen een sales site aangevraagd en een account gekregen. Hoe gaat dit nu verder werken? De andere website zit er natuurlijk nog gewoon achter. Hoe gaat dit samenwerken? Sowieso staan er op de oude site allerlei plugins. Ik weet niet in hoeverre dit jou duidelijk was, Esther, maar waar het om gaat is dat je met de sales site krijg je van ons tools zoals Thrive. Hè? En dat is eigenlijk een hele online marketing tool suite, een betaalde high-end suite, zoals je waarschijnlijk weet. En wat we merken is dat, je kunt ervoor kiezen om, hè, want ik heb in een ander bericht van jou al iets zien staan over dat je hebt overwogen Thrive zelf aan te schaffen. Wat we merken is dat veel mensen als ze dat doen en ze installeren dat op hun eigen WordPress site en ze komen er vervolgens niet aan uit hoe dat precies werkt, hè, hoe je daarmee om moet gaan of er ontstaan technische problemen, want let goed op, WordPress is geweldig, maar zodra je meerdere plugins gaat installeren wordt het heel snel
een groot risico op technische problemen in je site. Plugins spelen niet lief met elkaar. En je kunt er zomaar één installeren en dan werkt heel de bende niet meer. En dit is een probleem wat we hebben getackled door te zeggen, wij roepen de sales site in het leven, die is onder onze vleugel. Die kun je bij ons aanvragen. Dan krijg je van ons die dure betaalde software bij, hè, als cadeautje. Maar vervolgens, als jij tegen problemen aanloopt, kunnen wij gemakkelijk met je meekrijgen. En je krijgt niet de ruimte op die site om allerlei troep te installeren. Dus je weet wat geïnstalleerd staat in die WordPress site aan plugins. Dat speelt lief met elkaar en dat zorgt niet voor problemen. En dat onderhouden wij en we zorgen ervoor dat goed functioneert. Als je zegt, ik wil mijn eigen website met mijn eigen URL, hè, mijn eigen domein blijven gebruiken, dat kan ik me ook voorstellen, dan zou ik je aanbevelen om zelf Thrive te kopen. Dan helpen we je waar we kunnen, maar dan is het wel meer je eigen verantwoordelijkheid. Want dan kun je dus tegen problemen aanlopen. Stel dat jij morgen denkt, ik wil een social media plugin, omdat ik zo'n scrollend Facebook-like knopje zo leuk vind, en ik installeer die plugin en heel de boel werkt niet meer, en oh jee, ik had geen backup. Ja, dan heb je wel een probleem. En daar moet je, helemaal als je straks dit soort uitgebreidere marketingtrajecten hebt gebouwd, met meerdere pagina's, met meerdere aanbiedingen, met meerdere systemen, dan dat wordt een beetje een spinnenweb. En als dan ineens de site het niet meer doet en hij is weg, dan het wordt een online onderneming, dan stort er echt iets in. En dat is waarom we hebben gezegd, nou, we willen dat risico het liefst bij jullie wegnemen. Sommige mensen zijn heel ervaren op dit vlak. Sommige mensen zijn heel goed op dit gebied, kunnen heel goed uit de voeten met hun eigen websites als ze aansluiten. Voor die mensen geldt dit eigenlijk niet. Het is meer voor je bedoeld en ik denk dat dat voor jou geldt als je niet zo ervaren bent met webdevelopment en tools enzovoorts. Daarvoor is de sales site. En je zegt, hoe komen mensen anders nu op de site? Nou, de site is dan je sales site. Snap je wat ik bedoel? Dus de site is nu jouw oude website. En die oude website die vervult niet het doel van het binnenhalen van klanten en zorgen dat ze gaan betalen. Dat doet hij niet. Niet op dit moment. Oké, anders waren we hier nu niet. Dus wat je wil gaan doen is iets ontwikkelen wat dat wel doet. En dat kun je net zo goed ontwikkelen op onze sales site als op jouw eigen site. Dat maakt niet uit. Oké? Dus dat is de keuze die je maakt, zeg maar. Dat is wat we je bieden. Er zijn ook mensen, dan moet ik wel even compleet zijn in mijn verhaal. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik wil koste wat het kost mijn eigen oude site blijven gebruiken. Maar die leent zich niet voor WordPress en dat soort dingen. Ik merk dit voornamelijk ook bij webshop-eigenaren. Dus dan kom ik straks weer met mijn webshop-rant. Hè? Over dat webshops niet werken. Rara. Wie heeft dit al gehoord? Maar goed. Vaak zijn het webshop-eigenaren, maar sommige mensen die een ander systeem hebben bijvoorbeeld, en die dat niet op willen geven, of bijvoorbeeld veel geïnvesteerd hebben bij een webbouwer om iets zelf te laten ontwikkelen in hun website. Wat we dan voorstellen, is dat je alleen het marketinggedeelte, dus wat we ook in het verkooptraject zien, ik zal het er weer eventjes bij pakken, is allemaal visuele ondersteuning wel zo makkelijk, is wat we dan doen is, deze pagina hier, de landingspagina, is een van de belangrijkste pagina's uit je bedrijf. Vervolgens, pagina's met een low-end aanbod, hè, dat is er in dit voorbeeld één, maar dat kunnen er op termijn meerdere worden, die is ook heel belangrijk. Je high-end of upsell pagina is weer een hele belangrijke. Dus dit zijn eigenlijk drie pagina's, en je hoort me dit in het programma ook zeggen, er zijn eigenlijk maar drie echt cruciale pagina's op je site. Dat zijn de pagina's die ervoor zorgen hier dat je bezoekers bereikbaar voor je worden, en de pagina's die iets verkopen. Dus eigenlijk zijn dat drie pagina's. En wat we ook wel eens doen, in het geval wat ik net schetste, is dat je vanuit de verkopende pagina's, vanuit de pagina's die we hier in dit systeem voorstellen, dat je vanuit daar mensen doorlinkt naar je eigen oude website, waarop bijvoorbeeld jouw winkelmandjesysteem staat, of waarop bijvoorbeeld jouw afrekenpagina's staan, hè, dat kan. Dan gebruik je eigenlijk de sales site als een verkopende laag voor je bestaande site. Maar in jouw geval, Esther, raad ik je dat niet aan. Ik zou het gewoon allemaal binnen de sales site gaan ontwikkelen. En de link die je dan gaat communiceren is simpelweg de link van de sales site. He, dus dat zou de link zijn die je hebt aangemaakt bij ons waar jouw sales site onder staat. Dus dat is een zelfgekozen naam, .ssite.nl. Okay? Dat wordt dan de link die je communiceert. Wat je ook kunt doen, is jouw bestaande domeinnaam doorlinken naar de sales site.
Oké? Dus stel dat je nu, ik ben heel even het domein wat jullie nu hebben kwijt. Maar stel dat dat, zeg maar, vechtsportschool Brabant is of zoiets dergelijks, hè? Vechtsportschoolbrabant.nl. Als mensen daar naartoe gaan, kun je die ook door laten verwijzen naar, Match Defense. Juist. Dus precies, als je een matchdefense.nl hebt, dan kun je matchdefense.nl laten doorverwijzen naar matchdefense.site.nl. Oké? Ik kijk heel even naar... Ah ja, ja, ik zie ook dat je er al flink mee aan de gang bent gegaan. En dat ziet er hartstikke netjes uit. Dus dat is wel leuk. Die pak ik er even bij, zodat andere mensen ook zien wat de mogelijkheden zijn van zo'n S-site. Dus hier zie je waar jullie mee aan de gang zijn gegaan met die S-site, met die sales site. Nou, dat ziet er hartstikke tof uit. Dus chapeau, kudos. En je ziet dat jullie een template hebben geïnstalleerd en daaraan zijn gaan verbouwen. En dat ziet er heel netjes uit. Je kunt dus prima deze sales site, zoals je ziet, gaan communiceren als jouw website. He, want zoals je ziet is dit een volwaardige website. Maar deze heeft als voordeel dat je er heel gemakkelijk de punten die we in het programma behandelen, zoals een landing page, een low-end sales page en een high-end sales page, dat je die er heel gemakkelijk aan kunt toevoegen en er heel gemakkelijk in kunt ontwikkelen. Oké? Dus tot zover dat verhaal. John, jij zei misschien is het handig van zo'n voorbeeld van zo'n pagina te laten zien. Dit was een voorbeeld van zo'n pagina, want dit is die van Esther. Dat is Match Defense. Je ziet dus de kracht van zo'n sales site. Hè? Je ziet dus dat de tools om dat zo mooi te maken daar allemaal al in zitten. En dat je daar dus goed mee uit de voeten kunt. Of je dat uiteindelijk gebruikt als een front. En daar nog je eigen oude site achterhoudt. Of dat je zegt, nee, ik link gewoon mijn oude domein door naar die S-site. En ik ga helemaal met die S-site werken, die sales site. Dan kan dat ook. Dat is je eigen keus. Waar het nu om gaat, en dat is belangrijk denk ik voor je om te weten, is dat in de sales site wij betere support kunnen leveren en je minder risico's loopt op problemen met plugins die niet met elkaar samengaan, dat de boel ermee uitscheidt op momenten dat dat eigenlijk niet kan. Stel dat je op een gegeven moment gaat investeren in advertenties, hè, en ik heb dit allemaal meegemaakt in het verleden, dus ik heb deze dingen niet voor niets in het leven geroepen. Je gaat op een gegeven moment investeren in advertenties. Je investeert 100 euro per dag en er komt 120 euro omzet uit. Dus je bent blij, het loopt in de plus. Dus je denkt, ha, ik kan achterover leunen en mijn omzet blijft binnenstromen. En dan heb je een paar dagen even niet opgelet, want je bent daaraan gewend geraakt. En dan bleek een paar dagen geleden je site ermee op te houden. Omdat er een of andere plugin is geüpdate en dan kapt heel de boel mee. Dat soort problematiek wil je echt niet hebben. Dus, en dit is één voorbeeldje van de tientallen problemen die wij in het verleden hebben gehad met sites, waar wij van op de hoogte zijn en jij mogelijk niet, die wij voorkomen in dat ecosysteem van de sales site. Dus er zit echt wel heel veel waarde in. John, jij zegt het vervolg van low-end naar high-end. Ja, oké, dat is helder. Ik zal eens even kijken of ik daar een goed voorbeeld van kan pakken. Klein momentje. Even zien. Ja. En ik pak eventjes de juiste pagina's erbij hoor, klein moment. Dan kunnen we meteen door. Even zien. Zo, ik deel weer eventjes mijn scherm. Wat je hier ziet, is een van de deelnemers
die heeft deze landingspagina gemaakt. Dus wat er gebeurt is, mensen komen in dit verhaal, hè, komen de mensen binnen op je landingspagina. Dat is deze pagina. En in die landingspagina hebben ze dus de mogelijkheid om zich in te schrijven voor je e-mailmarketing. En dat zie je hier gebeuren. Mensen komen binnen op deze landingspagina en schrijven zich via dit formulier in voor een gratis e-book wat gaat over het plantaardige eiwitten binnenkrijgen. Oké, wat iets is, zoals ik vaker heb aangegeven, is dit een concreet probleem. En dat is wat we willen. Dus we willen ons afvragen, waar loopt mijn doelgroep tegenaan? Wat is een probleem wat ze ervaren, waar ze een oplossing voor zoeken, die wij kunnen bieden? En dat heeft deze persoon heel erg goed gedaan. Want er is een niche-markt, de markt van de krachtsporters, die eigenlijk vegetarisch willen leven, maar die, als ze voldoende eiwitten binnen willen krijgen, snel aangewezen zijn op dierlijke producten. En deze persoon heeft een e-book geschreven over hoe de krachtsporter toch voldoende eiwitten binnen kan krijgen zonder dat hij afhankelijk wordt van dierlijke producten. Dat is dus echt zo'n deeloplossing in de krachtsportwereld, waar zijn low-end en high-end producten op aansluiten, maar die eigenlijk als functie heeft aan te tonen aan die doelgroep dat die expert is op dit gebied, autoriteit heeft, weet waar hij het over heeft, echt kan helpen en een resultaat voor ze oplevert enzovoort. En vervolgens zorgt voor het bereikbaar maken van zijn doelgroep. Dus mensen vullen hier hun naam en e-mail in. En op de bedankpagina, dan ga ik weer even terug naar het schema, nadat ze zich hebben ingeschreven, komen ze als bedankpagina op het instapproduct. Okay? Op het low-end aanbod. En dat is deze pagina. Je ziet ook dat bovenaan, hè, qua design is er misschien nog wel ruimte voor verbetering, maar het gaat heel even om de inhoud. Tof dat je geïnteresseerd bent in een gezond lichaam. Mijn e-book is naar je onderweg. Hou je mailbox of spambox goed in de gaten. In de tussentijd heb ik nog een hele bijzondere boodschap voor je. En dit had wel, hier had wel wat meer nadruk op mogen liggen. Maar waar het om gaat, is dat vervolgens nadat mensen hebben aangetoond dat ze interesse hebben door hun naam en e-mailadres in te voeren, geven we ze niet meteen die opt-in incentive, maar doen we eerst een aanbod. En dan krijg je een sales letter, hè, een verkopende brief. Hè, je ziet het hier. En daarin doen we een aanbod. Hè, biologische ertenproteïne. En die kun je hier bestellen voor een tientje. Dat is een low-end aanbod. Een tientje. Okay? Nou, wat nou de bedoeling is dat op het moment dat je dit bestelt, hè, dan ga je dus, wat ik eerder al zei, door naar een webshop. Deze persoon gebruikt alleen de sales site als voorkant. Dan klik je op bestellen. Dan ga je door naar de webshop. Okay? Nou, op dit moment heeft hij dat nog niet helemaal goed aangesloten daarop, want je komt nog niet bij het juiste product. Maar het idee is eigenlijk dat je dan rechtstreeks bij die ertenproteïne afrekenpagina komt. En dat als je hebt afgerekend, dat je daarna op een upsell pagina komt. Oftewel, op een pagina waar nog een keer hetzelfde gebeurt. Waar weer gezegd wordt, hey, hartstikke bedankt dat je een bestelling hebt gedaan. Wacht even, we hebben nog iets tofs voor je. En dat zou een aanbod kunnen zijn als, wil jij iedere maand tegen korting een pakket met erteproteïne ontvangen? Hè? En dat is voor de reguliere, regelmatige krachttrainer, krachtsporter, misschien heel interessant. Want die bestelt misschien dit soort dingen bij het leven en is misschien heel erg geholpen bij een abonnementsvorm waarbij iedere maand een pakket met met dat spul wordt opgestuurd naar hem. Okay? Dan heb je een landingspagina, een low-end sale en een high-end sale. En vervolgens gaat de e-mail marketing telkens terugverwijzen naar die producten. Telkens opnieuw een ingang bieden. Okay? Dus dat is eventjes een concreet voorbeeld van hoe dit werkt. Ja, John, ik zie jouw reactie dat het er top uitziet. Ik vind dat ook, Esther. Het ziet er heel netjes uit. Helemaal rekening houden met het feit dat je net bent begonnen hiermee. Dat vind ik echt heel knap. Rian, dat was heel duidelijk. Jij kan weer verder. Hartstikke mooi. Ik pak eventjes de volgende vraag erbij. Dat is een vraag van John. John, van jou. Jij hebt gevraagd naar wat informatie over privacyverklaringen bij het downloaden van je opt-in. Ja, dit is in de eerdere Q&A's al een aantal keer aan bod gekomen en daar wil ik nog een keer een aparte training over opnemen. Maar dit zijn van die onderwerpen die, omdat ze aan veranderingen onderhevig zijn, zich niet zo heel goed lenen daarvoor. Want dan blijf je ze vervolgens vervangen. Dus misschien is het gewoon een goed idee om het daar nu weer even opnieuw over te hebben. De reden dat veel mensen hiernaar vragen, had in ieder geval tot voor kort
als reden dat er veel in de media te doen was over de Europese verordening voor gegevensverwerking, de ATG, of ook wel bekend als GDPR. Er is heel veel te doen over die privacywetgevingen. Nu, op dit moment, is het actueel dat in navolging van de EU, die privacywetgeving heel erg op scherp heeft gezet, is de Verenigde Staten daar nu ook mee bezig. Dus die komen straks ook met hun eigen wetgeving hieromtrent. Het wordt er niet eenvoudiger op, maar er zijn wel een paar nuttige dingen over te zeggen. De eerste is, en dat is de belangrijkste, is dit gaat over legal matters, over wetgeving en regelgeving. Ik ben geen expert op dat gebied, dit mag niet worden geïnterpreteerd als wettelijk advies. Okay? Dat moet ik er eventjes bij zeggen, want het wordt helaas een steeds Amerikaanse wereld en cultuur. Dus dat gezegd hebbende, kan ik je wel wat voorbeelden geven over wat mijn eigen aanpak hiermee is en hoe ik dit interpreteer en hoe ik hiermee omga, zodat je daar zelf mee uit de voeten kunt. Wat betreft die privacywetgeving, er is door de EU een enorme stap gezet hierin, omdat er hele grote multinationals zijn die op gigantische schaal privégegevens verzamelen. En de controle daarop was bijna volledig afwezig. En de, zeg maar, de rechten van het individu werden daarbij niet verdedigd. Dat is ons denk ik allemaal bekend. Die wetgeving is eigenlijk niet ontwikkeld voor mensen zoals jij en ik met relatief kleine bedrijven in vergelijking. Je moet eerder denken aan partijen als Google, als Facebook, als Microsoft, als Amazon, als noem het maar op. Dit soort partijen zitten in de big data en dit soort partijen moeten gecontroleerd worden en dat moet bij wet geregeld zijn. Daarvoor hebben ze deze dingen in het leven geroepen. Maar die wet is vervolgens wel van toepassing op alle ondernemingen. Dus ook op die van jou en mij. Om dit eventjes concreet te vertalen naar een inschrijfformulier op een pagina hebben. Dit is heel eenvoudig. Mijn interpretatie van is als volgt. Je mag volgens de wet, zoals ik hem heb geïnterpreteerd, mag je niet mensen voor iets anders benaderen dan hetgene waar ze zich expliciet voor hebben ingeschreven. Dus als jij zegt, laat hier je naam en e-mailadres achter om mijn gratis e-book te downloaden, dan is het volgens mij zo dat de wet aangeeft dat je dan eigenlijk niet zo heel veel meer mag dan per e-mail dat e-book naar de mensen toesturen. Maar daarmee valt onze hele aanpak in het water, want we willen juist ze daarna meer gaan mailen op de lange termijn. Hoe los je dit nu op? Heel simpel. Als je op je landingspagina simpelweg de verwoording verandert, dan verandert het hele verhaal. Als je daar namelijk zegt in plaats van schrijf je in om het e-book te downloaden, kun je zeggen, als je je nu inschrijft op mijn nieuwsbrief, krijg je daarbij gratis mijn e-book. Dus even hoe je dit precies verwoord is aan jou, maar wat om gaat is dat je mensen heel expliciet en duidelijk laat inschrijven voor een nieuwsbrief, waarbij het voor de hand liggend is dat er meerdere keren contact wordt opgenomen vanuit jou, en dat ze er vervolgens de opt-in incentive als het ware als bijproduct bij krijgen, dan sta jij in je recht als je ze vervolgens blijft e-mailen, zonder dat je allerlei vinkjes hoeft toe te voegen waarin dat helemaal expliciet staat uitgelegd van als door je in te schrijven voor deze opt-in incentive stem je toe met dat ik je regelmatig aanbiedingen kan doen met bla bla bla, van die, je kent ze wel, van die disclaimers die ontzettend onaantrekkelijk zijn en die, want ik heb het allemaal gemeten, je conversiepercentage drastisch naar beneden brengen. Dus dat willen we niet. Dus de meest eenvoudige oplossing hiervoor is simpelweg in de titel, de headline van je landingpage, duidelijk omschrijven dat ze zich inschrijven voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief of voor bijvoorbeeld jouw marketingmails en daarbij gratis je opt-in incentive krijgen. Dit zijn simpele workarounds hiervoor. Maar waar het om gaat is dat je duidelijk en unmistakenly, hoe zeg je dat in het Nederlands, duidelijk verwoord aan je doelgroep wat het is waar ze zich voor inschrijven. Want dat is eigenlijk wat die wet wil. Die wet wil dat mensen, dat het transparant is voor de bezoeker waar zijn gegevens voor gebruikt gaan worden. Dus we mogen niet zeggen dat we ze alleen maar gebruiken voor A en ze vervolgens gebruiken voor B, C, D en E. Dat is waar die wet over gaat. Nou, oké, dat is één punt. Tweede punt, is ook heel belangrijk, waar deze wet ook voor bedoeld is,
Als je gebruik maakt van partijen die jouw data handelen, even kijken, die jouw data voor jou opslaan, voor jou gebruiken, voor jou managen. Bijvoorbeeld een tool zoals Mailchimp, ActiveCampaign, Agile CRM, noem maar op, zelfs Drive, verzameldata. Als die derde partijen dat doen en die komen aan die gegevens via jouw bedrijf, dus stel dat wij een opt-in incentive formulier hebben, hè, zoals je net zag in het voorbeeld, mensen typen daar hun naam en e-mail erin, drukken op verzenden, dan gaat die data eerst in Drive, want dat formulier is van Drive. Daarna stuurt dat formulier die data door naar ActiveCampaign. Dus dan zit het ook in ActiveCampaign. En vervolgens geef je misschien wel een keer een webinar. En dan gaat het ook naar het webinarprogramma vanuit daar. En vervolgens upload je misschien wel al die gegevens een keer in een Facebook custom audience, zoals dat heet. En dan heeft Facebook die data ook, snap je? Dus wat er gebeurt is, mensen schrijven zich in één formuliertje in voor één reden... En voor één bedrijf, namelijk jouw bedrijf. Maar vervolgens speel jij door aan al die derden. En dat moet voor deze wet ook transparant zijn. Dus, wat je eigenlijk moet doen, is in je privacy policy precies zetten welke partijen er allemaal betrokken zijn en hoe die partijen, hoe jij daarmee gelieerd bent en hoe die omgaan met gegevens. Een enorme uitdaging. Maar, zoals in een commerciële wereld wel vaker gebeurt, zagen daar een aantal slimme mensen hun brood in. Dus zijn er tools ontstaan die dit heel gemakkelijk maken. Zoals je waarschijnlijk wel realiseert. Nou, is dit een onderwerp, voordat we er nog dieper op ingaan, waarvan ik vind, daarom is dit ook geen legal advice, hè? Daarom moet je dit ook niet op die manier interpreteren, maar ik vind dat je als startende ondernemer die nog geen winst maakt met zijn online bedrijf, vind ik het niet goed te praten als je hier te veel tijd in gaat stoppen. Want je hebt te veel werk te verzetten om eerst je verkooptraject in de plus te laten draaien. Maar als dit een punt is waar je zorgen over maakt, of als je dat punt eenmaal bereikt hebt en je vindt dat het tijd is om hier je due diligence in te doen, oftewel om hier de verdiende aandacht aan te geven, dan is er een tool en die heet EUBenda. Ik heb hem even getypt. EUBenda.com is het volgens mij. Ja, dat is een tool waar je voor een klein maandbedrag, volgens mij, of jaarbedrag, kun je een privacy policy laten genereren en een cookie melding. Die cookie melding is hier dus ook nog van toepassing, hè? Die heeft hier natuurlijk ook mee te maken, geautomatiseerd. Waarin je door simpelweg stappen te doorlopen precies kunt aangeven wat van toepassing is in jouw bedrijf. Bijvoorbeeld stel je gebruikt Drive en je gebruikt Mailchimp en of ActiveCampaign en je gebruikt Facebook en je gebruikt Google Ads en je gebruikt nog een paar van die tools. Die staan er allemaal in en die vink je aan. En wat die tool doet, is die genereert automatisch voor jou een privacy policy. Helemaal binnen de regels, met alle up-to-date regels van die partners erin verwerkt. Dus als Facebook zijn omgang met data aanpast, dan past deze tool dat ook aan. En dat staat dan meteen aangepast in jouw privacy policy. Dit is een hele handige tool die ik iedereen aanbeveel. Daar moet ik weer bij zeggen, niets is waterdicht. Okay? Deze wetten zijn ontzettend uitgebreid, ontzettend gecompliceerd en heel erg ook ter interpretatie vatbaar. Dus het is natuurlijk altijd zo dat je jezelf er goed in moet verdiepen. Maar ik denk dat door deze punten die we nu hebben besproken, je iets meer richting hebt in hoe je hiermee om kunt gaan. En die tool, die genereert dus die privacy policy voor je op een manier waarbij je op het niveau waar de meeste van ons zitten en de grootte van onze bedrijven meer dan genoeg doet. Dan doe je meer dan het gemiddelde. Sterker nog, dan hoor je bij waarschijnlijk de top 10% best ingedekte mensen. Okay? Want je moet maar eens voor de lol rond gaan klikken op het internet. Dan zie je hoe slecht de gemiddelde onderneming hiermee omgaat. En dat is niet vreemd, want er is soms door de bomen het bos niet meer te zien in dit in dit speelveld door die reden. Het is heel complex en deze tool helpt je daarmee richting aan te geven. Dus ik hoop dat je daar mee geholpen bent. Dit is de kortste weg die ik ken om dit probleem te tackelen zonder dat je al jouw tijd en energie daarin gaat zitten. Vergeet alsjeblieft niet dat de tijd die je daarin stopt je geen omzet gaat opleveren. In ieder geval niet op de korte termijn en ook niet op de middellange termijn. Hooguit dat je over 10 jaar niet aangeklaagd wordt voor een hoog bedrag omdat je iets hebt gedaan wat niet kon volgens die wet. Dat is een kleine gedachte, je moet er een beetje rekening mee houden. Meer aandacht dan dat verdient dit onderwerp niet, mijns inziens.
Esther, jij stelt een vervolgvraag. Als ik een opt-in heb waar je uiteindelijk een klein bedrag voor moet betalen, dan zal ik iets van een betaalmogelijkheid in moeten bouwen. Hoe zou ik dat aan moeten pakken? Jullie zien me veel drinken, want ik heb wat keelpijn. En ik merk dat mijn stem er een beetje onder begint te lijden. Dus mijn excuses als het niet helemaal verstaanbaar blijft allemaal. Maar ik doe mijn best. Je zegt een opt-in waar je uiteindelijk een klein bedrag voor moet betalen. Dat is een manier om te werk te gaan. Maar eigenlijk is dat niet de werkwijze die we hier hebben geschetst. Dus je moet jezelf even afvragen of je dat wilt doen. Je wijkt dan eigenlijk af van het programma. Want zoals je ziet, wat we doen in het programma is dit systeem volgen. Waarbij we eerst een concreet probleem oplossen van die doelgroep. En vervolgens die doelgroep de mogelijkheid geven om die oplossing te verkrijgen door hun contactgegevens achter te laten. Dat is de laagste drempel om mee te beginnen. Zodra je die drempel verhoogt, valt een heel groot gedeelte van je initiële geïnteresseerde valt af. Oké? En dan wordt het aandeel wat verder komt in je verkooptraject wordt automatisch lager. Dus we willen de eerste drempel zo laag mogelijk maken. Wat jij eigenlijk voorstelt, is om een opt-in te maken die eigenlijk ook meteen dienst doet als low-end sale. In sommige markten is dit heel krachtig. Om een voorbeeldje te noemen, ik ken heel veel ondernemers die een boek hebben geschreven en dat boek dan vervolgens aanbieden via een zogenaamde free plus shipping offer. Dan bieden ze het boek aan als low-end sale voor bijvoorbeeld 7 euro, maar dan schermen ze heel erg met dat het eigenlijk gratis is, maar dat die 7 euro alleen de verzend- en administratiekosten zijn en daar maken ze dan nog een beetje winst op. En daardoor kunnen ze adverteren, verdienen ze veel terug en dan komt de daadwerkelijke winst komt daarna uit de upsell. Of upsells, als het er meerdere zijn. Dus het kan een goed idee zijn om direct iets te verkopen. De vraag is eventjes, Esther, wat ben jij van plan om direct te verkopen? Het voorbeeld wat jij schetst met de eiwitten, dat begon bij een gratis e-book, niet betaald. En pas daarna kwam het low-end aanbod na de opt-in. Dus het is niet een betaalde opt-in zoals jij schetst. Het is een gratis opt-in, zodat de naam en e-mailadres binnen zijn, zo laagdrempelig mogelijk, zodat wij dit kunnen gaan doen, die lange slang met mails om ze bereikbaar te maken voor onze marketingboodschap in de toekomst. Maar pas daarna ga je meteen proberen te verkopen. Dus op de bedankpagina na die inschrijving komt je eerste low-end aanbod. Je vraag is eigenlijk dat je ik ben jouw reactie even kwijt. Volgens mij heb je hem verwijderd, jouw bericht. Maar jouw vraag was, moet je dan niet een betalingsmodule instellen? Je zegt, ik heb vertraging met de verbinding, de mogelijkheid, dus mogelijk heb je het antwoord al gegeven ondertussen. Ik bedoelde de vraag te stellen, de low-end sale van je vegetarische eiwitten. Maar wat is nu precies de vraag? Je had het net over een betalingsmodule, of je die niet nodig hebt. Die heb je inderdaad nodig. In het programma geef ik suggesties over betalingsmodules, maar ik kan het er hier nog wel eventjes kort over hebben. Er zijn in Nederland steeds meer oplossingen hiervoor. Het is lastig om een eenduidige uitspraak te doen over wat de beste zou zijn. Zelf gebruik ik ppro.nl. En dat is een heel eenvoudig en laagdrempelig systeem om betaalpagina's mee te maken. Je hebt ook molly.nl. En die is, dat is volgens mij de goedkoopste, maar die heeft wat minder functionaliteiten. En vervolgens kun je bij Molly weer van partners gebruik maken die allerlei tools hebben ontwikkeld om de betalingen van Molly nog verder te verbeteren en er nog meer mee te kunnen. Dus dat zijn wat voorbeelden. Wat je gewoon nodig hebt is een van die systemen die jou de mogelijkheid biedt om via internet betalingen aan te bieden. Via bijvoorbeeld Ideal, via PayPal, via creditcards enzovoort. Dit zijn twee voorbeelden daarvan. Waar het om gaat is dat als je zo'n betaalpagina hebt ingesteld, dat mensen daar komen nadat ze je salesletter of je videosalesletter hebben geconsumeerd. Hè, dus dat is eigenlijk je low-end salespage. En nadat ze dat hebben gekocht via de betaalpagina die je met zo'n tool maakt, dan willen we ze daarna doorsturen naar een custom thank you page. Oftewel, we willen dat daarna de bedankpagina waar ze opkomen na een geslaagde betaling door ons in te stellen is. En dat kan bij al die tools. Hoor, maak je daar maar geen zorgen over. Maar dit, nogmaals, dit komt gewoon terug in het programma. Maar je ziet dat dit verhaal, wat je hier ziet,
daarmee een realiteit wordt. Als mensen iets hebben gekocht, net zoals dat als ze hun naam en e-mail hebben ingevuld, ze op verzenden klikken en dan herlaat die pagina. En dan kom je op een bedankpagina, een bevestigingspagina. En die gebruiken wij meteen. En daar zeggen we niet, dankjewel, je opt-in incentive zit straks in je e-mail. Nee, we gebruiken hem meteen om te zeggen, wacht even, we hebben ook nog een aanbod voor je. En als ze dat aanbod kopen, dan zeggen we niet, dankjewel voor je aankoop en tot ziens. Nee, we zeggen, dankjewel voor je aankoop en wacht even, want we hebben nog iets tofs voor je. Dat is hoe dit werkt, oké? Dat is de kracht ervan. En dat kun je door zelf je bedankpagina's in te stellen. Dus hopelijk beantwoord dat jouw vraag, Esther. Dan ga ik heel even kijken of ik inmiddels alle vragen die ik binnen had, heb beantwoord. Ik zie hier nog twee vragen van jou ook, Esther. Jij zegt, ik loop een beetje vast, ik wil goed beginnen. Ik heb op dit moment een WordPress-site. Liefst wil ik dit natuurlijk ombouwen volgens de tips. Verder wil ik gaan starten met automatiseren. Ik weet gewoon niet hoe ik moet beginnen. Welke keuzes kan ik hierbij het beste maken? Wat werkt goed samen? Hoe richt ik het in? Ik weet niet waar ik moet beginnen. Als ik Thrive koop voor $99, krijg ik dan ook al die andere modules. Ik vond het zo handig dat dit op basis van WordPress was, omdat ik dan direct aan de slag kon met onze eigen site. Ik wil een goede basis neerzetten en ook de automatisering op basis van onze eigen site. Sorry dat ik lastig ben, maar ik kom niet echt verder. Nou, je bent niet lastig, dat is in ieder geval duidelijk. Volgens mij, want dit was volgens mij een eerdere mail die je hebt gestuurd, volgens mij heb ik een groot deel van wat je daar vraagt al behandeld. Volgens mij is een groot deel je al duidelijk over die sales site en de manier waarop je daarmee om kunt gaan. Hè? Dus het verhaal over dat je nog steeds kunt kiezen om je eigen site te gebruiken, maar dat dat in principe niet nodig is als je de sales site gebruikt, dat was je denk ik al duidelijk. Ik denk dat de beste oplossing voor jou is om het programma stap voor stap te nemen. Je niet al te druk te maken over wat je allemaal al wel niet weet dat er zou moeten kunnen gebeuren in de toekomst en hoe moeilijk dat misschien nog wordt. Nee, stap 1. Een opt-in incentive die een concreet probleem van je doelgroep aanstipt en ervoor zorgt dat zij een stukje resultaat ervaren. Okay? Dat is je eerste uitdaging, dat is het moeilijkst. Okay? Ervoor zorgen, en dat meen ik, goed weten wat je doelgroep nou eigenlijk wil. Waar ze warm voor lopen. Wat hun problemen zijn, uitdagingen zijn. Okay? Dat is echt een uitdaging voor de meeste ondernemers. Want de meeste ondernemers beginnen met een bedrijf vanuit wat ze zelf leuk vinden. En gaan daarna proberen in hun marketing het zo te verwoorden dat een ander het ook leuk gaat vinden. En in plaats daarvan willen we nadenken, wat wil mijn doelgroep nou eigenlijk al proactief? En we willen dat ze gaan bieden. Dus, als jij een vechtsportschool hebt, dan is jouw aanname misschien dat mensen vechtsporten willen leren. En dat ze op zoek zijn naar een vechtsport aanbieden. Omdat ze als probleem ervaren dat ze een vechtsport niet kunnen en hem wel willen kunnen. Dat is een aanname. Maar misschien als je onderzoek gaat doen naar je doelgroep, kom je er wel achter dat ze niet tevreden zijn over hun gewicht, maar een sportschool met van die stomme klasjes met bodypump of gewoon in van die apparaten gaan hangen, vinden ze echt helemaal niks. En ze willen wel lekker actief bezig zijn en iets leuks doen, maar ze willen ook in shape raken bijvoorbeeld. Misschien is dat wel, nogmaals, ik zeg niet dat het zo is, maar dit zijn mogelijke achterliggende gedachtes, uitdagingen van je doelgroep die je moet zien bloot te leggen. En die leg je bloot door je doelgroep vaak te spreken, door ze goed te kennen, door ze letterlijk één op één te spreken, door te weten welke woorden zij gebruiken om hun eigen problemen te omschrijven. Dan ga je herkennen wat zij zelf ervaren. Dan ga je herkennen dat daar lijnen in zitten, dat heel veel van jouw mensen van jouw doelgroep dat op een vergelijkbare manier verwoorden en omschrijven. En dat is het probleem waar je een oplossing gaat aanbieden in je opt-in incentive. Bijvoorbeeld, stel dat je erachter komt dat mensen in shape willen raken, maar niet in een fitness. Okay? Stel dat ze, ik vind een fitness stom, maar ik wil wel afvallen. En ik ben een vrouw, bijvoorbeeld. Ja? Stel dat, dan word je al specifieker. Hè? Stel dat je doelgroep is vrouwen die op gewicht willen komen zonder naar een fitness te moeten. Dan heb je iets heel specifieks, toch? Dan kan het zijn dat die mensen dus helemaal niet gevoelig zijn voor veel informatie over vechtsporten. Maar dat ze simpelweg heel erg aangetrokken zijn tot het feit dat ze lekker actief bezig zijn in groepsverband. Dat er een veilige omgeving is. En dat ze niet naar een fitness hoeven en toch helemaal in shape raken. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Als dat zo is, dan kan jij vervolgens de volgende denkstap maken en zeggen, oké, wat nu als ik een opt-in incentive maak die dat aanstipt?
Dus als je dan in de titel van je opt-in incentive weet te verwoorden, hey, ben jij een vrouw en dacht jij dat je om af te vallen en in shape te raken naar een fitnesszaal moest, ontdek hier de 5 dingen die de 5 overeenkomsten die de vrouwen die het beste in vorm zijn van de wereld met elkaar gemeen hebben. En daar zou het dan vervolgens kunnen gaan over dat die allemaal vechtsporten doen. Over dat dat allemaal MMA-vechtsters zijn of zo bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Of dat ze allemaal doen aan Jeet Kune Do, of dat ze allemaal thai-boxing doen. Of zoiets. Ik zeg maar wat. Het gaat erom dat je niet moet denken vanuit jouw onderneming en vanuit je producten of diensten, maar vanuit de problemen die je doelgroep heeft en daar oplossingen voor aanbieden. Dan heb je een doelgroep die interesse heeft in dit onderwerp op je mailinglijst en daar ga je klanten uitfilteren met je aanbiedingen. Bijvoorbeeld, hey, ik zie dat je me een tijdje hebt gevolgd. De komende week doen we een gratis proefles voor een grote groep. De komende week kun je een gratis mini-cursus van 4 lessen bij ons volgen voor €25. Dat is een instapproduct. En vervolgens kun je als mensen die voor die €25 die proeflessen hebben gevolgd, kun je zeggen, hey, als je je nu inschrijft voor een jaar en meteen afrekent, dan betaal je in plaats van alle 50 lessen, betaal je maar 40 lessen. Maar mag je er wel 50 komen, bijvoorbeeld. Dan heb je een aanbod, oké? Heb je een high-end aanbod. Dan heb je de 3 stapjes naast elkaar. En dan heb je eerst de oplossing van het deelprobleem in de taal van je doelgroep als opt-in incentive, zodat je ze kunt bereiken. Daarna heb je een instapproduct in de vorm van een paar proeflessen voor bijvoorbeeld €25, roep maar wat. En vervolgens heb je, omdat mensen dan al binnen zijn, je kennen, je vertrouwen, weten wat je aanbiedt, een super tof aanbod waarmee ze echt geholpen zijn, die je daarop aansluit. Dit geheel is te automatiseren met je e-mailmarketing. En dit kun je opschalen. Dus als je op een gegeven moment een systeem hebt wat automatisch mensen die zich hebben ingeschreven benadert voor proeflessen, dan stromen jouw proeflessen vol. In die proeflessen zijn jullie trainingen aan het geven, doen jullie superleuk, zijn jullie enthousiast. En daarna wordt daarop teruggekoppeld met automatische e-mailmarketing en berichtgeving. Worden mensen opgewarmd voor het volgen van de volledige keuze of bij jullie aan boord te blijven om echt lid te worden. Dat is een high-end product. En daar maak je nog eens een heel aantrekkelijk aanbod van om ervoor te zorgen dat ze in 1 keer wat meer opleveren. Bijvoorbeeld door vooruit te betalen van ja, of iets in die richting. Oké, dan heb je een geautomatiseerd verkooptraject. En dit geheel is wat we bouwen. Maar nogmaals, het is heel gemakkelijk om op de zaken vooruit te lopen. Dit staat of valt bij het heel goed kennen van je doelgroep. Weten wat ze eigenlijk willen. Niet je product of je dienst. Ze willen geen les. Ze willen wat ze bereiken met die les. En daar moet je over leren praten. En dat is de uitdaging voor bijna alle ondernemers, inclusief mezelf in het begin. Je moet echt jezelf opleiden in het leren communiceren over de wensen, verlangens en het profijt en het voordeel van je klant. En dit is waar module 2, 1 ook over zorg, maar module 1 en 2 gaan hier heel erg over, heel diep op in. Bekijk die, ga er met een stofkam doorheen. Vooral dingen als de wetten van online conversie. Dat zijn zulke belangrijke dingen. Die wetten van online conversie, die moet je kunnen dromen. Die moeten eigenlijk gewoon altijd voor je neus hangen, want die zijn in ieder geval een aantal van die wetten zijn echt niet logisch voor mensen. Oké? Okay? Zoals ik al zei, het communiceren met de aap bijvoorbeeld, als je die wetten er zo bij hebt, communiceren met de aap in plaats van het ratio. Dat is echt een belangrijk punt, dat moet je echt oefenen, want wij maken geen rationele beslissingen als mens, we maken emotionele beslissingen die we daarna rationaliseren. Dus we denken dat we een rationele keus maken. We denken, ik ga les nemen bij, pak hem er even bij Match Defense. Ik ga les nemen bij Match Defense, omdat ik, als ik me nu inschrijf voor 3 lessen, maar €29,95 betaal in plaats van €39,95. Dat denk je. Dat je dat hebt besloten om die reden. De realiteit is dat je de keuze daarvoor al had gemaakt, dat je ergens voor warm gelopen bent, dat je jezelf hebt overtuigd van het feit dat je daar iets uithaalt wat belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld dat je je eigenlijk schaamt voor het feit dat je overgewicht hebt en dat je door de messaging van Match Defense bent gaan geloven dat je daar er vanaf kunt komen. En daarna zie je het aanbod en dat geeft jou, bij wijze van spreken, de munitie om het voor jezelf goed te praten, om het te gaan doen. En dit, ik weet niet of ik het goed uitleg, maar dit is waar we in module 1 en 2 en ook nog wel 3 heel diep op ingaan. Dus duik daarin. En nogmaals, Esther, neem het gewoon stap voor stap. Werk de dingen stap voor stap uit. Zorg ervoor dat je
elke keer de stap van de bijbehorende module echt goed hebt uitgevoerd, helemaal in zijn geheel voordat je doorgaat naar de volgende, zodat je een heel sterk fundament bouwt in je bedrijf. Even kijken, jij had nog een vraag gestuurd. Jij zei, ik ben bezig met de opt-in incentive, ik heb geprobeerd het verhaal te vertellen van Marcel in een paar korte zinnen. Oké, en dan schrijf je vervolgens een verhaaltje van Marcel over hoe hij begon met het omgaan met wapens in vechtsporten. En dan zeg je vervolgens, is jouw vraag, hoe vertaal ik dit nu alleen naar die opt-in stappen? Je zegt daar bijvoorbeeld, nu is het aan jou om in één zin samen te vatten wat de emotionele beweegreden is van jouw bezoeker. Welke geloofsovertuiging heeft jouw potentiële klant op dit moment die hem weerhoudt van het behalen van zijn gewenste resultaat? Ja, dit zijn hele belangrijke punten. Hè? Dit is waar ik het nu over had. Esther, deze Q&A's worden allemaal opgenomen en die komen in de programmaomgeving, dus dan weet je dat. Maar even terug naar jouw vraag. Dit is eigenlijk exact waar ik het net over had. Hè? Dus een vraag als welke geloofsovertuiging heeft jouw potentiële klant op dit moment die hem weerhoudt van het behalen van zijn gewenste resultaat? Nou, stel dat het gewenste resultaat is in vorm zijn en een vechtsport goed kunnen. Stel dat dat, hè, dit is een aanname. Misschien willen ze eigenlijk wel iets heel anders waardoor ze interesse hebben. Maar, hè, misschien is er wel iets achter. Dat moet jij boven niet aan. Maar stel dat dat zo is. Ze willen in shape zijn en ze willen een vechtsport goed kunnen. Stel dat dat zo is. Okay? Dan is vervolgens is jouw volgende uitdaging is blootleggen. Waarom zijn ze dat dan nog niet aan het doen? Waarom zijn ze nog niet bij een sportschool? Waarom zijn ze nog niet een vechtsport aan het leren? Waarom hebben ze die niet al geleerd? Wat heeft ze hiervan tegengehouden? Oké? Okay? En het is heel makkelijk nu voor mij om dat in te gaan zitten vullen. Maar ik wil, voordat ik daar voorbeelden van ga geven, eerst dat je realiseert dat je dit moet je niet, hier moet je geen aannames in maken. Dit moet je onderzoeken bij je doelgroep. Door ze te spreken, door ze te horen praten, door te weten waar ze het over hebben. Want het is heel makkelijk voor ons om vervolgens voorbeelden te gaan geven en te gaan denken, ja, ze doen het nog niet omdat ze onzeker zijn en het eng vinden om dat in een groep te gaan doen. Of geconfronteerd te worden met dat ze singled out worden. En dat ze het eng vinden om in een kleine setting met sport bezig te zijn, omdat ze zich eigenlijk niet comfortabel voelen in hun eigen lichaam. Of omdat ze zich daarvoor schamen. Okay? Dit zouden redenen kunnen zijn dat ze het nog niet gedaan hebben. En dan kan dus jouw marketingboodschap daar specifiek twijfel bij wegnemen. En specifiek gaan over dat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Dat jullie daar juist heel goed mee omgaan. Dat juist iedereen in hetzelfde schuitje zit en dat je samen empowert of zoiets dergelijks. Hè? Maar nogmaals, waar het dus om gaat, is dat jij erachter komt wat die achterliggende twijfels zijn die iemand ervan hebben weerhouden. En dat kan ook financieel zijn, bijvoorbeeld. Maar dat is zelden zo. Maar dat kan. Het kan ook zijn dat ze het niet kunnen betalen, dat ze dachten dat het heel duur was. Het kan zijn dat ze dachten dat ze er meteen aan vast moet zitten, terwijl het misschien wel gewoon maandelijks opzegbaar is. Er zijn heel veel dingen te bedenken en het is heel gevaarlijk om dat in te vullen voor je klant, in plaats van het je klant in te laten vullen. En dat is wat je moet gaan doen. Okay? Dus dat is, denk ik, hoe ik deze vraag het beste kan beantwoorden. Je hebt het dus ook in jouw voorbeeldje over het verhaal van Marcel, heel erg over het verhaal van Marcel. Wat je wil doen is, je wil wel zoals we in het programma aangeven, je wil wel een stukje achtergrond vertellen, maar eigenlijk is het alles een excuus om het te hebben over dingen die je doelgroep herkent. Dus het verhaal van Marcel moet eigenlijk het verhaal, stel dat Pietje jouw website leest, Pietje heeft een bepaalde ervaring en gedachte, en er is iets wat ervoor zorgt dat hij interesse heeft in jullie sportschool, en er is iets wat ervoor gezorgd heeft dat hij het nog niet doet, dat hij nog geen lid is, dat hij nog niet bij een andere sportschool zit, en die twee dingen zijn gaande. Oké, okay? Dan moet het verhaal van Marcel eigenlijk het verhaal van Pietje zijn. Snap je? We gebruiken het verhaal van Marcel als excuus om te praten over de angsten, de twijfels, de vooroordelen, de onzekerheden die Pietje heeft. Oké, okay? Dus we kneden het verhaal van Marcel, zodat Pietje denkt, wauw, het is net alsof ik dit lees over mijn eigen leven. Wauw, deze persoon weet echt precies wat ik doormaak. Wauw, dit is echt voor mij gemaakt. Dit is geknipt voor mij, zoals we het in het programma een aantal keer herhalen. Dat geknipt voor mij, dat komt in het gedeelte over sales letters. Als je daar nog niet bent, komt het nog. Dat is heel belangrijk hierin. Oké? Dus dit is denk ik een heel belangrijk punt om te snappen bij je opt-in incentives. Is dat wat je aan het doen bent. Je bent mensen aan het overtuigen van het feit dat ze aan het juiste adres zijn bij je. Dat het helemaal past bij hun situatie,
hun uitdagingen en problemen en dat het voor hun dat gewenste resultaat, die verlangens, dat profijt gaat opleveren. Dat waren jouw vragen zo te zien. En daarmee kom ik ook bij de laatste vraag. Ja, dit waren de vragen. Ik heb ze volgens mij allemaal behandeld nu. Normaal gesproken vind ik het geen enkel probleem om het wat langer door te laten gaan. Als jullie dringende vervolgvragen hebben, stel ze nog even. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik met wat keelpijn battle op het moment. En dus het liefst een klein beetje kort hou vandaag. Maar mochten er verdere concrete vragen of uitdagingen of dingen waar je niet aan uit kunt zijn, stel ze dan nog even. Dan laat ik de chat nog even aan. En anders dan ga ik het langzaamaan afronden. En dan laat ik jullie hier weer lekker mee verder stoeien. John, jij vraagt iets aan Esther over of er contactgegevens op de site staan, zie ik. Maar volgens mij is die site die we als voorbeeld hebben gebruikt, die is nog under construction. Hè? Daar ben je nog mee bezig. Dat is nog maar je eerste gooi daarna volgens mij. Dat is gewoon een geïnstalleerde template van een sales site. Rian, heel graag gedaan. Heel leuk dat je er was. Esther, geldt ook voor jou. Er is nog een puntje voordat we het afsluiten. Zoals jullie merken, promoot ik deze Q&A's nauwelijks. De reden daarvoor is, we hebben een flinke achterban. Hè, een flink aantal historische klanten. En zoals je weet, behoudt iedereen voorlopig, dat gaat binnenkort veranderen, maar voorlopig behoudt iedereen lifetime access. Als ik deze Q&A's heel hard zou promoten, dan zouden ze heel druk worden en vol zitten. Ik wil vast aan je meegeven dat ik dit expres niet doe, om ervoor te zorgen dat alleen die mensen die op eigen beweging een initiatief inschrijven en deelnemen aan de Q&A's erbij zijn. Want anders dan krijgen we allemaal halfslachtige mensen die eigenlijk niet zo serieus zijn. En daar heeft niemand iets aan. Dus vandaag zijn we maar met z'n vieren. Hè? En dat vind ik een heel mooi aantal. Weet dus dat je niet ervan uit moet gaan dat ik de komende tijd je erop ga hameren dat je die Q&A's bijwoont. Maar dat je je meteen kort na de Q&A alvast op moet geven voor de volgende. Die staat altijd in het dashboard, staat die aangegeven van het programma. En dat moet je eventjes zelf doen. Dan weten jullie waarom ik je er niet aan herinner, waarom ik er niet bovenop zit. Oké? Dan weten jullie dat. John, jij zegt ik gebruik Elementor voor mijn site. Ik ken Elementor niet, ik heb er wel van gehoord. Volgens mij is dat ook zo'n landingpage builder. En ik denk dat daar waarschijnlijk een hoop van de dingen die moeten gebeuren ook mee kunnen. Ik wil zeker niet zeggen dat onze manier de enige manier is. Maar het is wel zo dat in het programma we een aantal dingen heel concreet maken die moeten gebeuren. En we weten 100% zeker dat die dingen heel gemakkelijk kunnen met de toolkit die we aanbevelen. Onder andere die sales site of Thrive. Dus dat is waarom we dat aanbevelen. Maar goed, dat gezegd hebbende, als je snapt wat de bedoeling is. Als je snapt, landingpages moeten afleidingsvrij zijn. Daar moet een formulier op staan. Dat formulier moet gekoppeld kunnen worden aan een autoresponder of een marketing automation platform. Als je al die dingen kunt, als jij ze kunt met Elementor, jij daarmee uit de voeten kunt, want dat is eigenlijk het belangrijke. Jij moet ermee uit de voeten kunnen. Dit heb ik ook al een aantal keren herhaald in de Q&A's. We bouwen aan online ondernemingen. We maken gebruik van het internet. Dus we moeten uit de voet kunnen met het internet, oftewel met onze website. En of dat nou via deze toolkit is of een andere, maakt niet uit. Als je er maar mee uit de voeten kunt, als je het maar kunt beïnvloeden, als je niet afhankelijk bent van derde partijen als programmeurs en freelancers in de beginfase, want die kosten geld. En dat geld moet eerst verdiend worden. Hè, als er eenmaal een ton op de bank staat en je dan bij jezelf denkt, dingen die aangepast moeten worden aan mijn site, laat ik doen. En dan hoef ik het zelf niet meer te kunnen, dat is prima. Maar voorlopig moet eerst die ton op die bank komen en daarvoor moet je zelf het werk kunnen doen, zodat het binnen je bedrijf blijft en niet naar een ander gaat. Heel belangrijk punt. Ik denk dat alle vragen gesteld zijn. Jullie, hartelijk dank voor je aanwezigheid. De volgende Q&A-sessie is, even kijken, volgende week vrijdag om 10 uur. Ik schrijf hem meteen even in mijn agenda. Zo. Volgende week vrijdag om 10 uur is de volgende Q&A. Ik zet hem zo direct, zet ik de inschrijfmogelijkheid in de programmaomgeving voor je. En dan zie ik jullie heel graag terug. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag.
dan zie ik jullie resultaten heel graag voorbij komen. En hou me daar ook van op de hoogte. Vind ik heel erg leuk om te lezen. En dan spreken we elkaar weer volgende week. Heel graag gedaan. John, hartstikke tof dat je er was. En tot snel weer.